Het wordt zilver voor Fontijn. Het maximaal haalbare voor Fontijn op deze Spelen. Als ik in de spiegel kijk, zie ik vooral een functioneel lichaam, denk ik. Wat gelukkig wel goed gemaakt is voor boksen. Spierballen zijn belangrijk, maar niet letterlijk de omvang. Belangrijk is dat je in de hele keten sterk genoeg bent. En op dit moment ben ik daar blij mee. Ja, ik vind spieren wel iets wat je... Ja, wel uiteindelijk gewoon mooi, omdat spieren eigenlijk niet liegen. Wat je ziet als iemand goed ontwikkeld is, goede spieren heeft, dan weet je gewoon dat hij daar heel veel bloed, zweet en tranen in heeft gelegd en daar hard voor heeft getraind. Ik heb in mijn carrière niet heel veel pijn meegemaakt, gelukkig. Geen ernstige blessures. En het is ook niet zo dat elke klap in het boksen pijn doet, wat mensen vaak denken. Ze durven zelf ook niet de boksschool binnen te stappen, omdat ze denken dat ze elke dag met een blauw oog op het werk komen en dat ze een heleboel pijn ervaren. De rechterhand heb ik een aantal keer gebroken, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant. En die binnenste is een keer niet gezet, dus die zie je een beetje een bochel. Ik hoor wel eens verhalen dat ze zeggen dat het juist sterker wordt als je je hand hebt gebroken. Maar ja, wat ik ervaar is dat het dan net daarnaast ook kan breken, dus ik weet het niet. Het is wel zo dat een avondje sparren of een wedstrijd is wel doorbijten. Kiezen op elkaar en je krijgt wel een aantal keer een tik waarvan je eigenlijk zou willen herstellen. Maar die tijd krijg je niet, want je tegenstander die dendert gewoon over je heen. En dan moet je gewoon de knop omzetten en terugbeuken.